van Wereld AIDS-dag ontmoetten wij de Deventer-componist Hans Glas en lieten hem aan het woord over componeren in het algemeen en in het bijzonder over Prière, het requiem voor een AIDS-patiënt. Componeren, dat is eigenlijk gewoon het organiseren van een bende geluid, het in klanken en instrumenten en in thema's en melodieën, of juist helemaal geen melodie, je kiest er ergens voor. Hey, ik ga gewoon zitten, maar niet achter de piano, maar meer achter een computer met allerlei sound modules en synthesizers. En dat is een soort privéorkest, wat direct mijn bedenksels, die ik dan ook vastleg in het computergeheugen, meteen speelt. En als ik ze goed vind, dan bewaar ik ze en laat ik ze uitprinten. En dan heb ik het dus geschreven, alhoewel eigenlijk de computer het gedaan heeft. De computer is nog het ideaal, is als je zoals nu voor de Prière toch eigenlijk een heel groot orkest is met een heel groot koor, heb je verschillende stemmen en verschillende partijen nodig. En ja, die partituur die stel je samen eigenlijk. En dan op een gegeven moment ontdek je, dat heb ik liever ergens anders of ik heb er liever iets tussen. En normaliter denk je van, ik ben gek, ga dat ertussen zetten, dat kost me handenvol werk. Moet ik voor die twee maten moet ik dat allemaal weer herschrijven. Een waar kunstenaar doet dat natuurlijk, maar een lui componist als ik doet dat gewoon niet. Die zegt van, laat maar overgaan, dan doen we dat wel anders. Maar nu ik die computer heb, kan ik alles ertussen zetten wat ik wil. Dit is geschreven in de zomervakantie van 94. De hoofdidee om te beginnen met het stuk is het idee dat die vriend die overleed, die dus nog niet overleden was, maar die wist dat hij ging overlijden, zei van, ik vind het In Paradisum, dat vind ik zo'n mooi gedeelte uit de Latijnse mis, dat wil ik op mijn begrafenis. En ik had zoiets van, wacht, dan zal ik een Paradisum voor je schrijven. De stemming die ik toen had, dat was natuurlijk omdat mijn vriend ziek was. Dat hing de hele tijd maar boven je hoofd. En dat bepaalt natuurlijk de richting van het werk ook. Dat bepaalt de richting van het werk en de inhoud van de teksten. Hè. Zodra je met teksten werkt, dan als je dat niet illustreert in die muziek, als je daar niet iets mee wil zeggen, want ik bedoel, een tekst zegt al wat. En dan moet je, als je muziek hebt die dat niet ondersteunt, dan heb je niks. Dus de muziek moest voor mij ook de teksten ondersteunen. Ja. Ondersteunend is op een gegeven ogenblik waar een gedeelte waar het heel kinderlijk moet zijn. Illumina oculos meos, verlicht mijn oog dat ik nimmer even inslapen. Daar gaat een soort walsje voor af, of een wals, het is niet een echte wals eigenlijk. En dat klinkt dan inderdaad gewoon zo. En voor een requiemachtig stuk is het natuurlijk een beetje merkwaardig. Maar dan lost het allemaal op in die tekst. Hè? En dan wordt het ook wat ingewikkelder. En dan komen er ook allerlei stukken die heel rustig zijn. Bijvoorbeeld, er zit een stuk in, onder uw vleugels zoek ik bescherming. En dan heb ik geprobeerd om in het orkest, als het ware, de grote klapwieken van die vleugels. Dat kun je eigenlijk op een piano niet weergeven. Het is, ik ben bovendien helemaal geen pianist, maar dus die grote vleugels hoor je zo slaan, terwijl daar overheen, dwars doorheen, hoor je het koor dat die tekst zingen van bescherm mij onder uw vleugels. En je hoort hem ook twee keer klapwieken, alsof dat genoeg is voor de grote schepper om te blijven hangen in de lucht. Waarom is het troostrijk? Omdat het aan het eind, denk ik, helemaal verstilt. Alles wat heftig is, alles wat opstandig is, alles wat
Want je wordt daar heel opstandig van. Als je weet dat je doodgaat, dan raak je in de eerste plaats raak je in paniek. En als je dan weet dat het nog ongeveer een jaar duurt, dan word je na een paar maanden word je heel kwaad. Dus hij is ook heel kwaad geweest. En, maar op een gegeven ogenblik, dan moet je erbij bij neerleggen natuurlijk. Dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft zich er nooit bij neergelegd. Maar ik heb me erbij neergelegd dat ik hem kwijt zou raken.